Renate Wouden Bagwandas, voorzitter van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst, BBGO, heeft vandaag de 4e Human Rights Award Suriname ontvangen. De award wordt uitgereikt door de samenwerkende organisaties, de Europese Unie, de Stichting Projecta en Parea. De eerste award werd toegekend aan de Stichting Projecta en de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, de FITS, voor hun baanbrekend werk als mensenrechtenorganisatie. In 2018 kreeg Elfriede Sederboom Ritveld de award en in 2019 ging de onderscheiding naar Lilian Ferrier. Javier Nino Perez, waarnemend directeur Europese Unie voor de Amerika's, zegt dat de rechten van elk mens en zeker van de senioren burgers moet worden gerespecteerd. But obviously we wanted to be here to pay tribute to you all and especially to Renate Wouden and the work she's been doing to promote the rights of the elderly. This is always a very difficult case, but it's even more complicated in these terrible COVID times where many people are feel isolated, lonely, with no one to listen to. And I think it is extremely opportune that you have focused precisely on that specific case. So without further ado, because this is where we came from, I would like to invite Renate Wouden to come to the podium and of course express to her our gratitude and appreciation and our admiration. And I'll ask you to give you a big round of applause. The least we can do is present you with this plaque, which is signed by Ambassador Pons, my good friend Fernando, as a token of appreciation and admiration. Congratulations again. Thank you. Wouden geeft aan dat het een onbeschrijfelijk gevoel was toen zij te horen kreeg dat de Europese Unie haar een award wilde aanbieden voor haar werk voor seniorenburgers. De BBGO strijdt niet alleen voor de rechten van seniorenburgers, maar biedt hen ook de mogelijkheid om samen te komen en te socializen. Ik ben blij en trots deze award te mogen ontvangen. Het geeft aan dat het vele verzette werk goed is overgekomen en waardering geniet. Laten wij hopen dat eens, ja, eens, geen strijd meer geleverd hoeft te worden voor mensenrechten. In het bijzonder dat van de senioren. Ik zal mij blijven inzetten voor gelijkheid en rechtvaardigheid. Ik zal mijn bijdrage blijven leveren dat de senioren in onze samenleving gehoord en gezien worden. Dat zij betrokken worden daar waar besluiten genomen worden. Voor de ouderen worden de mens. Rechten van ouderen zijn ook mensenrechten en die dienen gerespecteerd te worden. Er is dit jaar gekozen voor Renate Wouden vanwege haar jarenlange strijd voor de rechten van senioren burgers in Suriname.